Dag allerbeste kinderen van de Sint-Lucas Academie. Dag andere kinderen. En dag lieve ouders die misschien ook zin hebben om mee te werken. Vorige week hebben wij iets gemaakt met papier. Ik heb dat hier nog bij me. Ik ga dat eens eventjes tonen. Dat je dat allemaal nog even kunt zien. Wat zit er daarop verstopt? Wat zit er in die collage camouflage? Een klein kriebelbeestje misschien? Waarom is dat zo verstopt, dat kleine kriebelbeestje? Heeft dat misschien een beetje schrik? Gaat dat misschien opgegeten worden door iets? En door wat dan wel? Door iets dat in de lucht vliegt? Is dat dan een vogel? Of is dat een vogeldraak? Of eerder een vliegende vis? En zouden we dat ook van papier kunnen maken? Benieuwd. Ik heb hier alvast een aantal dingen op mijn tafel gelegd. Een boekje dat ik nog over heb van vorige week en waar ik in mag knippen. Een goed nietjesmachine waar ik ook stevige stukken mee kan aan elkaar nieten. Een lijmstick. Een schaar om mee te knippen. En een bobijntje garen, ja, waar we normaal dingen mee aan elkaar naaien. Ziezo. Dat is eigenlijk alles wat ik vandaag nodig heb. Alle dingen liggen nu klaar. Mijn tijdschriftje, een goed nietjesmachine, een schaar waar we mee gaan knippen, onze lijmstick en ons bobijntje met garen. Wat ik eerst en vooral doe, is van dat tijdschrift één van mijn van de kast stukken afknippen. Ja, dat is iets steviger papier dan de rest en dat gaan we gebruiken om een lijf uit te knippen. Zoals jullie zien, knip ik gewoon maar uit mijn hoofd, zonder dat ik op voorhand iets getekend heb. Het gaat wel een soort lijf worden, denk ik. Een soort lijf van iets. Wat het is, wie zal het zeggen? Dat weet ik nog niet. Ik knip maar en ik knip maar. Kinderen die liever iets tekenen op voorhand en dat uitknippen, die kunnen dat natuurlijk ook doen. Maar ik vind het veel leuker om gewoon maar te denken aan een soort vliegend wezen en maar te knippen en te knippen. Je ziet dat ik stukjes papier eruit knip en wat lijkt dat te worden? Misschien is dit wel een soort van een staartje. Oh! Ik zie daar een oog. Dat is ook heel toevallig. Dat kunnen we misschien gebruiken. Oh, maar ik zie hier nog mooie dingen die misschien kunnen dienen. Ik knip die daar ook uit. Zo. Want misschien heeft het lijf nog een oog. Ik leg dat boekje even opzij, zodanig dat jullie goed zien waar dat we eigenlijk mee aan het werken zijn. Ik neem mijn lijmstuk. En ik kan dat stukje dat ik uitgeknipt heb, er nog eens bovenop plakken. Zo, nu wordt het oog nog een groter oog of een ander oog. Misschien heb ik zelfs nog een ander stukje papier nodig. Ik ga daar gewoon nog een blad afknippen. En nog een kleiner stukje uitknippen. Uit dat blauw. Want dat zie ik graag, dat blauw. Zo, 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 zo. Voilà. Dan gaan we dat er nog bovenop plakken. Goed met de lijmstick, dat het goed vasthangt. En kijk eens aan, we gaan overlappen. Dat is iets dat we vorige week ook al geleerd hebben. Mijn vogel of mijn vliegende draak, wat het ook wordt, heeft nog iets extra nodig. Ik knip uit dat blauw, dat ik toch zo schoon vond, nog andere stukken. Wat zou ik daarmee kunnen doen? Wauw. Misschien zijn dit wel stukken die voor de vleugels kunnen dienen. Of eerder voor de staart. Nog een klein stukje afknippen, dat vind ik nog veel beter. Voilà. Dat plak ik bovenop het lijf. En hier nog een stukje. Plak er een klein tipje mee vast. Zo, dat er een stukje loshangt. Deze is nog te hoekig en die knip ik gewoon maar een beetje bij
zoals ik denk dat dat goed zal zijn. Hier doe ik dat ook al. Jullie zien, het wordt al een beetje een kleurigere vogel. Hè? Eerst was hij nogal een beetje goudkleurig en nu krijgt hij extra kleuren erbij. Voilà. Ja, dit vind ik al iets beter. Misschien heb ik nog wel ergens een klein kleurtje van iets verder nodig. Oh, dat groen. Ja, misschien ook nog heel tof zijn om zo ergens iets extra te brengen. Voilà. Zo. En dan, ja, misschien ga ik dat hier plakken. Voilà. Zo, deze kan nu even opzij. Als we de... Ik weet het niet wat het gaat worden. Misschien hebben jullie er al een naam voor. Maar ik weet het eigenlijk niet. Maar als we het wezen willen laten vliegen, dan hebben we ook nog vleugels nodig. Denk ik toch. Ik ga even kijken naar een stukje papier dat ik wel tof vind om erbij te gebruiken. Ik ga dat hier nemen. Ik scheur dat uit. Zo. Voilà. We leggen onze boek opzij. En we gaan dat stuk papier vouwen. We gaan dat vouwen. Eerst en vooral doe ik ook mijn lijm toe, dat die niet uitdroogt. Zo, we vouwen, we leggen dat papier, we draaien dat om. Voilà. We draaien dat weer om. We draaien dat nog een keer om. Tot heel ons blad papier tot een harmonica gevouwen is. Zo. En zo. En nog een beetje verder. En nog. Zie je? Eigenlijk hebben we nu van één blad papier een harmonica gemaakt. Vouw dat mooi samen. We kunnen die harmonica in twee stukken vouwen. Voilà. Zo. En we kunnen eigenlijk ook daar langs de uiteinden een stukje afknippen. Zo bijvoorbeeld. En zo bijvoorbeeld. Waardoor het er al helemaal anders uitziet dan dat we dat in het begin hadden. Belangrijk is nu dat we die twee goed aan elkaar kunnen vastmaken. Zodanig dat die vogel, of die vogeldraak, of die vliegende vis, wat het ook is, eindelijk echt kan gaan vliegen. We leggen het lijf in de vouw van de harmonica. We nemen ons nietjesmachine. En misschien mag je hier ook wel vragen aan papa en mama om even te helpen. Want dit is belangrijk, dat we daar een stevige duw op kunnen geven, zodanig dat de vleugels vasthangen aan het lijf. En omdat het een heel dik stuk papier is, kan dat soms wel een keer mislopen. Voilà. Nu plooien we die twee vleugels naar boven. Voilà. En kunnen we zelfs met ons nietjesmachine de langs de bovenkant ook weer terug vastzetten. Ja, we moeten daar een beetje voor zoeken, dat we er zo'n plekje vinden om erin te nieten. Zodanig dat ze... Oei, dit zal ik nog eventjes moeten opnieuw doen, want dat is niet helemaal gelukt. Zo, zodanig dat ze boven aan elkaar vaststaan. Dit is al een beetje een beeld van wat het kan worden. Wat we nu nog nodig hebben, is juist een draadje. We nemen zo'n lang draadje. Zo. We knippen dat af. Joep. Dan maken we daar een lus van dat draadje. Kijk, de twee uiteindjes nemen we samen. Zo. We maken er een lusje mee. We halen de uiteindjes door het lusje. Voilà. En we zorgen dat we een goede knoop hebben. Heel gemakkelijk kunnen we nu de lus aan ons beestje doen, of aan ons wezen, of aan ons weet ik veel wat dat het wordt, door die gewoon onderaan de vleugels te hangen. En voilà, zo zie je dat hij kan vliegen, dat hij gewoon door de ruimte kan vliegen. Ja. Zien jullie hem vliegen? Wie natuurlijk graag ook de andere kant bewerkt, die kan dat zeker en vast doen. Hè. Want kijk, nu heeft hij één kant die bewerkt is, waar mooie kleuren op aangebracht zijn en een andere nog niet. Dus, wie graag verder werkt, kan nog altijd de andere kant ook verder met papier beplakken.
Hebben jullie zin om nog meer te tekenen, te schilderen en van alles en nog wat te doen? Kijk op www.sintlucasacademie.be. Graag tot volgende. Dag!